Yo gasten, Kemo's hier. Welkom allemaal bij een nieuwe Brawl Star video. Vandaag doen we weer een keertje Wie ben ik? Met Torben. Welkom Torben. Ja, welkom. Welkom. Welkom, nee, welkom, welkom zelf. Nee, ik bedoel ja. Hey, leuk dat je mee wilt doen, man. We hebben ook al een Wie ben ik gedaan op het kanaal van Torben. Die is waarschijnlijk al online op het moment dat deze video online is gekomen. Ja, dat ging best wel prima, moet ik zeggen, om eerlijk te zeggen. Nee, ik weet het niet over. Moet je gewoon even checken. In ieder geval, vandaag doen we het weer opnieuw. Gewoon nieuwe ronde, nieuwe kansen. En we gaan kijken wie gaat winnen. Hoe we het doen, het is eigenlijk heel simpel. We zetten elkaar even op mute. We kiezen een knokker uit en dan moeten anderen raden welke knokker het is. Ja, eigenlijk heel simpel. Ja. En door middel van vragen. En dat moeten ja-nee vragen zijn, toch? Ja. Ja, inderdaad. Dus vrij simpel en mocht je niet snappen, dan zie je het wel vanzelf hoe het werkt. Maar als jullie trouwens zin hebben in deze video, smash dat duimpje omhoog. 10.000 likes zou heel nice zijn. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. Maar Torben, jij bent de gast. Jij mag van mij als eerste knokker uit. Oké. Ik ga mute, ja? Ja. Dan moet je wel even op mute zetten. Ja, dat is wel heel handig. Oké, ik wil, zoals ik al zei, ik wil het er niet over hebben, over de vorige keer. Op mijn kanaal in ieder geval. Echt niet. En ik heb ook gewoon echt precies geen idee wat voor knokker ik nu moet gaan kiezen. Ik denk dat ik voor een zeldzame ga. Ik ga voor Penny. Ja, nee, ik weet niet. Ik zie Penny staan en ik denk Penny. Dat wordt de mijne. Ik heb hem gekozen hoor. Oké. Dan ga ik ook eventjes een knokkertje kiezen. Dan zet ik jou even op mute. Hé, Joran. Yes. Anders ga je even lekker een knokkertje kiezen. Ik ga even een knokkertje kiezen. Moet je niet doorheen praten, hè? Want dat is wel raar, want ik kan Torben horen terwijl ik mijzelf op mute zet. Maar je mag er ook wel doorheen praten, maakt me eigenlijk helemaal niks uit. Okay, maar ik zet jou nu op mute. Oké, nou Torben staat op mute. Ik hoor hem wel, hij hoort mij niet. Maar ik ga voor Ems als knokker. Yes, Ems. Dat is mijn knokker. Want de vorige video op zijn kanaal had ik hele andere knokkers. Ik denk even iets anders, dus dat is hopelijk een goed idee. Yes, ben ik weer. Hola. Ben ik weer. Je zat er niet eens doorheen te praten dit keer. Nee, ik was even wat drinken voor. Wow. Oké, maar jij mag beginnen met raden. Jij mag beginnen. Mag ik beginnen? Ja. Oké, ik ga even kijken of ik een mega originele vraag kan stellen. Ja, nou, dan ben ik benieuwd. Joran Bals. En dan ga ik eens kijken naar rangen die jij allemaal hebt. Oké. Je hebt rang 25, zie ik. Nee, ik vind het wel. Ja, is jouw knokker rang 25? Oh, dat is wel een slimme vraag. Dat is wel een slimme vraag. Ja, mijn knokker is rang level 25. Ah, jammer. 25, hè, is hij? Ja, maar het scheelt dat ik heel veel knokkers rang level 25. Ja, daarom. Ik wou net zeggen. Het is best wel genius, man. Ik heb jou hier staan. Ga ik ook even bij. Dan ga ik gewoon ook hetzelfde tactiek toepassen. Ja, toch? Oké, ik zie dat jij best wel wat knokkers rank level 22 hebt. Dus is jouw knokker rank level 22? Eens even kijken. Is mijn knokker... Mijn knokker is rank 22. Oké. Je hebt er echt veel rang 25, man. Ja, man. Heb ik ook hard voor gestreden. Maar jij hebt er ook vet voor rank 22. Dus het is wel nice dat ik het heb gegokt, maar... Ja. Ik schiet er ook nog niet heel veel mee op, zeg maar. Dat is een goede vraag. Begint het met een B? Nee, mijn knokker begint daar niet mee. Niet met een B? Okay. Nee, mijn knokker begint niet met een B. Die weg. Op zich, 3 heb ik er weg kunnen strepen. Vind ik oké. Oké, dan ga ik ook proberen een beetje na te gaan wel wat voor knokkers jij allemaal hebt. Wat handig is om te vragen. Ik zie dat er best wel wat mensen zijn, dus ik ga gewoon meteen voor een mensen vragen. Is jouw knokker een man? Het is geen man. Oké. Zeker geen man. Even noteren. Echt niet. Zeg maar alles behalve oprecht. Oké, dit kan natuurlijk ook weer een beetje... ik heb geen idee. Heeft jouw knokker... Ja? Even kijken hoor. Ik ga weer even bij jou spieken. Kijken of ik iets leuks bij jou kan vragen. Ik zit ook beter bij jou te spieken, ja. Heeft jouw knokker tussen de 600 of 700 trofeeën? Oh, dan moet ik weer even teruggaan naar mezelf. Tussen de 6 en 700, zei je? Ja, mijn knokker heeft tussen de 6 en 700 trofeeën. Oh, maar je ziet ook eigenlijk ook helemaal geen saus mee op. Ik weet, waarschijnlijk hebben ze dat bijna allemaal. Bijna allemaal, ja. Ja. Allemaal zelfs. Behalve Daryl. Fuck. Oké, ik ga nu even... Is jouw knokker een vrouw? Ja, moest eigenlijk ook wel. Even vragen voor de zekerheid. Is jouw knokker een dier? Nee, mijn knokker is geen dier.
Oké. Okay. Oh, een spannende ronde, man. Tieberg. Frank 22, het is een vrouw. Ja, wat kan ik vragen? Ik heb echt nog zoveel opties. Ik heb ook nog best wel wat opties, man. Ik zit echt... Oké, heeft jouw knokker rood haar? Nee. Oké, geen rood haar. Dan noteer ik dat even. Ja, ik ga toch weer de ultieme vraag stellen. Komt jouw knokker van de trofeeënpadbeloning? Ja, die komt van de trofeeënpadbeloning. Ja. Ja. Okay. En dan wordt het waarschijnlijk in één keer een stuk kleiner het overzicht. Dan, hold up. Ik heb oprecht heb ik nog steeds veel opties. Oké, okay, hoeveel opties heb je nu nog? 6. Oké. Nou, dat is nog best wel veel, ja. Ja, wel, ja, want ik dacht, ik ga alvast gokken, maar misschien kan ik dat beter dan nog niet doen, dus... Dat doe ik dan nog even niet. Maar wat is een goede vraag wat ik kan stellen? Oh ja, heeft jouw knokker iets op de hoofd? Een muts? Moet ik even spieken hoor. Oké. Okay. Even onderzoeken. Ja, maar even onderzoeken. Oké. Okay. Iets op de hoofd. Oké, dan heb ik een vermoeden. Dan heb ik iets op een vermoeden. Heeft jouw... Of eindigt jouw knokker... Oh, dan moet ik even heel goed zeggen. Ja. Is een klinker nou dat het een E is? Wacht. Dat het eindigt op een... Zeg e, maar... of een A of een U of ja, zo. Nee, daar eindigt hij niet mee. Daar eindigt hij niet mee. Oké. Dan kan die weg. En dan hebben we nog steeds 4 opties. Oeh, oké. Ja, dat begint dus ondertussen wel close te worden. Ja, ik ga ondertussen gewoon denk ik een gokje wagen. Oh nee. Want ik heb het idee dat ik het misschien weet. Maar misschien ook niet. Is jouw knokker Sandy? Nee. Oh, oké. Shit. Eindigt jouw knokker op de letter T? Nee, die eindigt niet op de letter T. Shelly of M's heb jij. Oh, ik heb nog eigenlijk... Ja, ik denk Penny of Tara. Maar Tara... Ja, het is een vrouw, dus het zou in principe wel kunnen. Ik zeg helemaal niks. Ja. Het is rank 22 en Penny is ook rank level 22. Het is echt een lastige... Oh man, mijn Penny denk ik, daar was volgens mij had je die in jouw aflevering ook al. Maar misschien is dat juist ook weer de mindfuck dat je gewoon tegen dezelfde ik heb doet. Die niet in mijn aflevering. Oh ja, ik had hem jij zelf. Ik had hem. Ja, het is echt lastig. Oké, nee, ik ga voor Tara, niet voor Penny. Nee, het is geen Tara. Ah, oh, nee, dan ben ik zo... Oh, wacht. Nee, joh. Maar nou heb ik ook, ik heb een keuze tussen twee. En Shelly, dan moet ik ook maar gewoon goed gokken. Oké, ja, dan moet je inderdaad nog even goed gokken. M's. Ja, dat is yes! M's. Oh, is jou de Penny? Ja. Ah, oh, shit. Eindelijk, ik heb een punt. Lekker, man. Oi. Dit was wel echt een super close potje. Wel echt een close potje. Doen we nog een ronde of niet? Ja, nog één ronde, een snelle ronde. En dan gaan we kijken of ik dan nog een beetje terug kan komen. We doen nog één ronde, ja. Dan mag jij nu beginnen. Of begon jij... Nee, ik begon net, hè? Jij gaat nu beginnen. Oh, oké. Ik was net als eerste die... Oh ja, jij was net als eerste. Oké, dan ga ik nu wel beginnen. Ik zet je even op mute. Ja. Oké, nou, Torben staat op mute. Ik wil deze sowieso winnen. Maar ja, wat is dan handig? Ik heb zelf altijd wel het idee dat mensen het handig zijn om te gebruiken, omdat die er gewoon veel zijn. Bijvoorbeeld een robot, dat is... Ja, misschien... Torben heeft nog geen één vraag gesteld over een robot. Dus misschien moet ik het wel gewoon proberen. Ik ga voor Rico. Weet niet of het heel handig is, ik noteer het even. Maar Rico, die staat nu hier zo. Oké, ik zet Torben weer even op unmute. Yes, ik heb keuze gemaakt. Oké, dan ga ik ook even een knokje kiezen, hè. Oké, net had ik het dus goed gedaan. Penny, want die had hij in mijn aflevering gepakt en daarom koos ik die. Zal ik gewoon nog een keer Penny kiezen? Of is dat dan heel vies? Ik doe dat gewoon. Ik ga gewoon nog een keer voor Penny. Ik denk niet dat hij dat zal aanzien komen. Ik heb mijn knokker gekozen. Oké. Ja. Dan gaan we weer. Ik mag nou beginnen, right? Ja, was jij net of ik begonnen? Ik heb echt geen idee. Doe even de reviewers. Ik denk dat jij was begonnen, denk ik. Ja, misschien wel. Ik denk, oké, dan begin ik wel. Dan ga ik gewoon... ik vraag het gewoon. Heeft jouw knokker 525 trofeeën? Ja. Oké. Dan heb ik in ieder geval wat afgesloten. Dat is wel handig. Wacht, heb jij dat niet ook? Ik ga eens even snel loeren bij jou. Ja, ik denk dat ik heel veel knokkers op verschillende trofeeën... Ja, trouwens... Omdat het seizoen natuurlijk is gereset, heb ik best wel hetzelfde. Heeft jouw knokker 625 trofeeën?
Dan moet ik even opzoeken. Nee, dat heeft hij niet. 525 PV, dus is jouw knokker een mens? Dat wordt mijn volgende vraag. Ja, mijn knokker is een mens. Is jouw knokker van mythische afkomst? Nee, is geen mythische knokker. Oké, dan gaan we die even mooi afstrepen. Ja, en ik zie bij jouw 525 trofee best wel wat knokkers staan die mens zijn en die van, zeg maar, trofeepadbeloning komen. Dus heb jij, zeg maar, knokker van trofeepad? Nee. Dit is heel naar. ik zit al wel redelijk close dan. Ik ga bij jou die vraag terugpoelen. Komt die van het trofeepad? Nee, mijn knokker komt niet van het trofeepad. Ik zit echt nog niet in de buurt. Oké, nee. Echt niet. Je hebt nog echt best wel wat over. Ja, ik heb trouwens ook nog best wel wat over, zie ik nu. Is jouw knokker een vrouw? Ja. Ja, dat dacht ik al wel. Toch even vragen voor de zekerheid. Is jouw knokker een vrouw? Nee, mijn knokker is geen vrouw. Heeft jouw knokker iets op de hoofd? Ja. Oké. Wat zijn jouw opties? Ik ben wel gewoon oprecht benieuwd. Oké, wat ik nu als opties heb is Jackie, Sandy. Ja. Het is een mens, dus Ems kan niet. Penny kan ook. Maar Penny heb ik een soort van in mijn hoofd afgestreept. Omdat je die net ook al had. Maar het zou gewoon echt dikke dafuk zijn. Maar ik heb nog 3, volgens mij. Nog 3, ja. Ik heb er nog 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, donders. Maar je mag nu vragen. Dus misschien komt er weer wat af. Oké, is jouw knokker... Even kijken, heb ik iets aan deze vraag? Ja, eindigt jouw knokker met een O, A, E of U? Zeg maar die medeklinker of klinker. Ik weet niet. Ja, daar eindigt die mee. Yes. Oké, dankjewel. Hoeveel heb je er dan nog? Nog 5. Oké, nou kijk, dat schiet al op. Ik heb nog een keuze van 5, dus in principe kan je nog safe... Ja, ik kan nog zeker gaan, maar eigenlijk wil ik een vraag stellen waardoor je de 2 kan uitsluiten. Nou ja, ik probeer... Nou ja, laat maar. Heeft jouw knokker rood haar? Nee. Nee, oké, dan denk ik dat ik het weet. Ja, nu zit ik het... Als jij denkt dat het weet, dan ga jij hierna natuurlijk gokken. Dus ik moet eigenlijk nu gokken. Oké, ik ga gewoon nog eerst een vraag. Ik wil gewoon nog eerst een vraag stellen. Is jouw knokker zeldzaam, de schoenen achtergrond? Nee, hij heeft geen groene achtergrond. Ja, wat zijn jouw keuzes die je nog hebt? Rico, Gil en Spike. Oké. Ja, hij zit er wel tussen, dus je zit wel goed. En ik ga nu ook gewoon mijn gok doen. Ja, ik denk niet dat je Penny hebt. Ik denk dat je gewoon Sandy hebt dan. Heb je Sandy? Is dat je knokker? Nee. Wat? Heb je weer Penny? Nee. Ja. Wat? Dan kan jij nu nog gokken. Nee, joh. Ja, maar ik heb een keuze tussen 3. Ja, je moet, als je het nu niet goed hebt, dan heb je verloren en anders heb je gewonnen. Dit is echt heel bizar. Maar jij kan nu bijvoorbeeld ook Gil hebben, omdat ik die al een keer heb gehad. En die andere 2, ja, Bruno. Ja. Ik Spike. Ja, dat is hem niet. Het was Rico. Oh, ik dacht echt, ja, dat is hem. Fuck. Dan ga ik nu natuurlijk voor Penny voor jou. Shit. Dit was wel echt een bizar partje. Je kwam nog best wel hard terug op het eind, man. Ik ben nog teruggekomen op het eind, inderdaad. Want ik zat op het duur al redelijk close en toen zat je nog vet wachten. Maar in één keer had je er vet voorbij. Oh, GG. Ja, uiteindelijk gelijkspel dus op mijn kanaal. Dat accepteer ik. Dat is wel mooi, hè. Maar bedankt dan voor het meedoen weer. En dan snel weer een nieuwe video. Maar dan wil ik jullie ook bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje omhoog achter te laten. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, baas. Als je dit nou een leuke video vond, druk dan even op de video die hier tevoorschijn komt. Het is een soortgelijke video, dus waarschijnlijk vind je die ook wel leuk. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hier. Dat is een abonneerknopje. Dan kan je abonneren en dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!